Tekst 1. Later word ik verpleger. Waarom werd jij verpleger? Omdat ik graag mensen help. Je moet sterk zijn voor dit beroep. Je hebt niet alleen sterke spieren nodig. Je moet ook stalen zenuwen hebben. Want je maakt soms erge dingen mee. Je mag niet in paniek slaan en je moet snel, snel durven beslissen. Hoe zorg jij voor de zieken? Ik was de zieken. En geef hun eten en drinken. Ik neem hun temperatuur op. Ik controleer of ze goed ademen en of hun hart normaal slaat. Ik geef op tijd de nodige pilletjes of spuitjes. En soms verzorg ik wonden en breng ik verbanden aan. Natuurlijk doe ik alles in overleg met de dokter. Waar word jij blij van? Als ik mensen kan helpen, een zieke, bejaarde of gewonde moet verzorgd worden. Ook een praatje, af en toe, kan deugd doen en troost brengen. Een beetje aandacht werkt soms beter dan een zalfje of een pilletje. Dus ik maak graag tijd voor een babbel. Waar hou je minder van? Bedden opmaken vind ik vervelend. Ik ben daar niet handig in. Maar ach, iedereen moet wel eens iets minder leuks doen. Waar ik bijna ziek van zou worden, is dat ik soms niet kan helpen. Dat zieken niet beter worden, ondanks de goede verzorging. Dat een patiënt pijn heeft of verdriet, dan probeer ik te troosten.